Hey, welkom bij de vlog. Het is een eindje geleden, maar we gaan er zeer aan beginnen, zodat je goed weet wat er allemaal te doen is van het weekend. En er is veel te doen van het weekend. We gaan er aan beginnen. Nu, vrijdag, de 25e, 26e en 27e is er een reeks begonnen van Roeselaar. De trouwbeurs van Roeselaar. En dat is gewoon trouw van Roeselaar. Het is een beetje een voorspelbare naam, maar het werkt wel. Wat ga je er allemaal vinden? Allemaal de lokale exposanten over trouwen. Dus, als je dat van plan zit, dan mee zin. Zie je al getrouwd, of zie je ook nog niet van plan te trouwen, en wil je madame soigneren en wel nu vrijdag mee zin in het centrum van Roeselaar. Wat is er dan? Black Friday. Dat klinkt een beetje racistisch, als je zwarte pit niet meer mag gebruiken, en dat je dan een vrijdag wel zwart wil gebruiken. Robinson Crusoe is het toch misschien wel wat van pijzen. Maar, hoe dan ook, de winkels zijn open tot na, en er gaan serieuze kortingen zijn. Dus, Sinterklaas komt vroeg van die oren, zou ik zeggen. Nu dat we toch bezig zijn over een zwarte toestand, vrijdag is er in de verlichting een concert. Een schoon rock and roll concert van niemand minder dan Sirenia en Tyr die afkom. Dat is een heel dikke ambiance event. Rock on, baby! Als je niet aan al dat rock and roll doet, dan heb ik een speciale tip voor jou. Namelijk, wetjes tip. En wie is wetje? Dat ga je direct zien. 1, 2, 3. Oké, dat is wetje. En vertel het nu maar. Vrijdag is er bingoavond van de Hero Rum Bureau. Dus bingo kun je er doen. En de voordelen van de nieuwe Hero lokale. Voilà ze, nu weet je ook een keer gehoord van een schone jonkheid. Weet je, 1, 2, 3, weg! Oké, en we gaan door met de zaterdag, want de zaterdag is er ook veel te goed. Veel te doen, verdomme. De Van Hand doet een old school Van Hand. En wat is dat? Dat is een reunieavond van iedereen die dat was in de jaren 2090. We gaan ook nog allemaal toppen komen en gezellig en pinten te drinken. Maar dan even in de champetre is er een ladies night. Dus fans, sorry, we zitten niet welkom. Voor alle fans, ik heb nu een hele belangrijke tip. Heb je nog grief dat moest gerepareerd zijn, heb je nog klusjes te doen. Heb je nog ding dat je meest van godverdomme het is naar de kloot en kun je er niet meer aan doen. Ik heb een tip voor jou. Nu zaterdag afternoon is er per café in Roeselaar en wat in het MSKA in de Groene Straten. Dan kun je gewoon voor kleers, elektro, meubels, allerlei toestanden. Je weet van godverdomme, ik kan het niet, maar zin er gewoon kunnen. Berry. En zo moet je minder wegsmitten en werken we samen aan een mooiere wereld. En dat is een belangrijke tip dat ik je geef. Waarom? Want zowel je kunt zien dat je in Breuken lacht. En was je kunt in Breuken lachen in Beverenkrocht en lacht. Wat kun je dan doen dat je schoon op stap gaan vindt, op café, een pintje drinken, leuk te maken, schoon en getopen en zelfs en lachen met comedianten vindt. Wat moet je nog meer in van de wereld? Een beetje leuk en een beetje plezier. Dat is voor dat toch voldoen, die mensen. Nu nog een kleine dienstmededeling. De zondagnacht is er de Algemene Jeugdraadvergadering. En dat is in de tracks 10:30. Dus jonge gast, als je interesse hebt om dat te weten wat er regel en zelen is van de jonge mensen in Roeselaar, ga er naartoe, informeer je en engageer je. Goed, ik was met je. Je moet nog aan je evenementjes doorsteunen. Je moet nog aan je interesse hebt om te sponsoren, mee contacteren. Ik vond het vrij gisteren voor je in de wereld te zien. Hopen dat je me ook gemist hebt. En weet je wat, hè? De complimenten.